de Veluwe is een van de meest geliefde vakantiegebieden met Apeldoorn als centrum. We vinden hier al direct een grote verscheidenheid aan bezienswaardigheden. Apeldoorn heeft al sinds eeuwen nauwe banden met ons koningshuis door Paleis het Loo. Na een enorme restauratie en reconstructie werd het paleis in 1984 als Rijksmuseum het Loo voor het publiek opengesteld. De vertrekken werden zeer zorgvuldig ingericht in de stijl van hun vroegere bewoners. Dit is het slaapvertrek van Prinses Mary. In de stijl van koningin Sophie, de eerste vrouw van koning Willem III, is dit vertrek ingericht. De werkkamer van koningin Wilhelmina. In het begin van de 19e eeuw liet Lodewijk Napoleon de verwaarloosde tuinen bedekken met een laag grond. Er werd een grasveld aangelegd en er werden bomen geplant. Van het oorspronkelijke ontwerp was dus niets meer over. In 1977 werd begonnen aan de hand van oude tekeningen en plattegronden de tuin weer in zijn oorspronkelijke 17e eeuwse stijl terug te brengen. De restauratie van het paleis en de reconstructie van de tuin heeft 7 jaar geduurd. Nu is het paleis en de tuin die de koning stadhouder Willem III en zijn vrouw Mary liet bouwen en aanleggen weer in al zijn glorie hersteld. Hoveniers zorgen ervoor dat de duizenden buxusplanten die er nodig waren om de symmetrische figuren en de parterres opnieuw aan te leggen, regelmatig worden bijgeknipt. Wat vroeger slechts voor een enkeling toegankelijk was, is nu voor iedereen te zien. Want behalve op maandag is het Rijksmuseum het Loo het hele jaar elke dag open. Het stallencomplex dat tussen 1906 en 1910 werd gebouwd, vormt ook een onderdeel van het Loo. Hier zijn antieke auto's, koetsen, sleden en rijtuigen tentoongesteld. Het natuurpark Berg en Bos is zo'n 250 hectare groot. Wanneer u het uitgezette natuur- of wildpad volgt, is het heel goed mogelijk dat u wilde zwijnen en edelherten ontmoet. De ingang heeft meer een parkplantsoenkarakter. In het natuurpark Berg en Bos ligt ook de Apenheul. Een park waar onder andere verschillende soorten apen vrij rondlopen. Als u zich aan de instructies houdt, is het voor groot en klein een belevenis. De bolapen zijn behoorlijk nieuwsgierig. Zolang u maar niets eetbaars in uw zakken heeft, blijft het daar ook bij. De katta's zijn halfapen die nogal opvallen door hun lange zwart-wit gestreepte staarten. De doodshoofdaapjes zijn vaak niet te zien omdat ze in de bomen verscholen zitten. Wanneer een verzorger met een bakje voer rammelt, is dat het teken voor massaal verzamelen. Van alle kanten komen ze aangerend. En waar het gezegde brutale aap vandaan komt, wordt hier nog eens op een leuke manier gedemonstreerd. En soms leidt het tot de hoogste opwinding. Lekker achter de rug van de grote baas even stoer doen. Dit is Bongo, de leider van de gorilla-familie. Zijn bewegingen zijn bedachtzaam en zijn hele optreden is een toonbeeld van overwicht en gezag. Hij beschermt de groep en bewaart de orde.
maar hij maakt nooit misbruik van zijn enorme kracht. De gibbon komt zelden op de grond. Hij slingert zich met een imponerende stijl van tak tot tak. Deze jonge gibbon heeft het al aardig onder de knie. Het voordeel van nog een beetje klein te zijn is dat je altijd nog even bij moeder kunt uitrusten. Apeldoorn noemt zich terecht een stad in het groen. Ook een stad die al meer dan 3 eeuwen nauwe banden met de Oranjes heeft. Aan de namen van de straten en park is dat duidelijk te merken. Dit is het Wilhelminapark. In het Oranjepark staat deze fontein. De tijd tussen de verschillende figuren is in werkelijkheid wat langer, maar om u een indruk te geven hebben wij het een beetje ingekort. We verlaten Apeldoorn in noordelijke richting naar Wenum. Door de vele beken is geen streek in Nederland in het verleden zo rijk aan watermolens geweest als de Veluwe. Rond 1313 was er al sprake van de Wenumse watermolen. Tussen 1979 en 1983 is de molen gerestaureerd en nu in handen van een stichting die elke zaterdag de molen laat draaien. Als er voldoende is gemalen, wordt het rad gestopt door eenvoudig de klep te laten zakken, waardoor het water als een waterval zijn weg door de beek vervolgt. We vervolgen onze route en zien de andere Wenumse molen. We rijden langs het Apeldoorns kanaal naar een gebied voor dagrecreatie, het Kievitsveld. Motorbootjes zijn hier niet toegestaan, maar er kan wel gesurfd worden. Ook is er een zandstrand. Een handvol voer in een forellenvijver heeft altijd een spectaculair effect. Massaal komen ze naar de oppervlakte. Een forellenkwekerij bestaat uit een groot aantal bassins met vissen van verschillende grootte. Regelmatig worden ze gesorteerd. De grote mogen naar de volgende klas en de kleintjes gaan terug. Een volwassen forel heeft een behoorlijke afmeting. Zijn bestaan heeft daarmee wel een onzekere toekomst gekregen. Een blik op de inmiddels afgelegde route laat zien dat we nu aankomen in Vaassen. In het dorp staat een van de oudste kastelen van ons land, Cannenburg. Op de resten van een ruïne bouwde de maarschalk van Gelderland, Marten van Rossum, omstreeks 1543 dit kasteel. Nu zit hij, weliswaar in brons, op een bankje voor zijn kasteel van de zon te genieten. Al in 1563 kwam het kasteel in handen van de neef van Marten van Rossum, Hendrik van Isendoorn. Tot ver in de 19e eeuw heeft de familie van Isendoorn het kasteel bewoond. De eetkamer ziet eruit alsof zo het diner zal worden opgediend. In 1945 kwam het kasteel aan de Staat der Nederlanden en van 1975 tot 1981 werd het inmiddels deels geplunderde en bijna vervallen kasteel zorgvuldig gerestaureerd en opnieuw ingericht. Een onderneming die bijzonder is geslaagd, want als bezoeker krijg je de indruk dat je even van de afwezigheid van de bewoners mag profiteren om te kijken, maar dat ze elk ogenblik terug kunnen komen.
Na Vaassen gaan we richting Gortel. We rijden door een echt Veluws landschap. Aan de ene kant het Gortelse bos, een van de kroondomeinen, en aan de andere kant bos afgewisseld met open plekken, weilandjes en kleine boerderijen. Een omgeving waar u pas echt van zult genieten als u de fiets neemt. De Veluwe is het grootste natuurpark van ons land. Hier leven nog edelherten. En met een beetje geluk kunnen we ook nog een van de schitterende damherten zien. Wilde zwijnen behoren ook tot de bewoners die u tijdens een wandeling kunt tegenkomen. Hier in Emst worden kaarsen met de hand gemaakt. Op een frame gespannen draden worden in het hete kaarsvet gedoopt, net zolang tot ze de gewenste dikte hebben. Kinderen kunnen hier hun eigen kaarsen maken, maar je moet er wel een beetje geduld voor hebben. Als de kaars nog zacht is, kun je er op deze manier een draai in geven. Als je ze daarna nog in gekleurd kaarsvet doopt, zien ze er nog mooier uit. Heel apart is de Veluwse zandkaars. In een bak met vochtig zand wordt een holletje gemaakt en dan wordt er gloeiend heet kaarsvet ingegoten. Om het afgekoelde kaarsvet heeft zich inmiddels een korst van zand gevormd. Het is alleen nog een kwestie van bijschuren, een lontje erin en klaar is Kees. Vlak bij Epe ligt de museumboerderij Hagedoorns Plaatsen, waar facetten van het leven op de Veluwe rond 1900 zijn te zien. Deze dames in Veluws kostuum dragen verschillende soorten mutsen. Na het wassen moesten alle lussen weer opnieuw worden gemaakt. En dat gebeurde dan met behulp van dit eenvoudig apparaatje en deze staafjes. Een tijdrovend werkje, maar het resultaat was wel mooi. De Veluwe is overspannen met een net van ruiter- en fietspaden. En eigenlijk is dat ook de meest aangewezen manier om optimaal van de natuur te kunnen genieten. Fietsen zijn bovendien overal te huur. Van Vaassen zijn we slingerend over de Veluwe terechtgekomen in Epe. Dat voor de vakantieganger de fiets het favoriete vervoermiddel is, wordt nog eens onderstreept door dit beeld, gemaakt door Greet Jaspers. Deze markering geeft aan dat we hier te maken hebben met een specifiek ruiterpad. Stella en Ria maken daar regelmatig gebruik van. En wie van de twee Stella en wie Ria is, is in dit verband niet van belang. Wel dat ze allebei van hun rit genieten. Het hele gebied tussen Epe en Heerde is de moeite waard door de enorme veelzijdigheid en de afwisseling van het landschap. Er zijn de bossen, de sprengen waar de beekjes ontstaan en de hei van de Renderklippen. Van de 15 meter hoge zandopstuwingen uit de ijstijd heeft u een prachtig uitzicht. De Veluwse hei zonder schapen is ondenkbaar. Zo'n kudde is natuurlijk een mooie toeristische attractie, maar de schapen zijn ook nuttig voor het in stand houden van de hei. Ze eten jonge berken en andere planten die anders de hei zouden overwoekeren. Daarom gaat elke morgen herder Teun Niesink met zijn schapen op pad. Heerde is ook bekend om zijn rozen- en fuchsia-kwekerijen.
De fuchsia is erg populair in Nederland, getuigen het grote aantal verenigingen dat zich op het kweken ervan toelegt. Bij een bezoek aan een kwekerij krijgt u een indruk van de vele verschillende soorten die er zijn en de prachtige kleuren van de bloemen. Ten noordoosten van Heerde ligt een landgoed dat zijn naam ontleent aan het kasteel dat erop staat, Vosbergen. Het kasteel, dat in zijn huidige vorm uit 1623 dateert, is niet te bezichtigen. Maar u kunt er wel helemaal omheen wandelen. Het komende gedeelte van onze route ligt tussen het Apeldoorns kanaal en de IJssel. Het is een totaal ander landschap, maar met even schilderachtige plaatjes. Het dorpje Oene kent weinig opwinding. Op de derde donderdag in oktober is dat allemaal anders. Dan is er een drukte van belang door de jaarlijkse koemarkt. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van die markt werd dit beeld onthuld. De Nederlands hervormde kerk zou in de 30e jaren worden gesloopt voor nieuwbouw. En gelukkig is dat niet doorgegaan. Tijdens de restauratie tussen 1959 en 1962 kwamen deze fresco's uit de 15e eeuw tevoorschijn. Wanneer u stammen van populieren ziet liggen, kunt u er vrijwel zeker van zijn dat daar een klompenmaker is. Populierenhout is namelijk het meest geschikt voor klompen. Klompen worden al lang niet meer met de hand gemaakt, maar de decoratie erop nog steeds wel. Elke klompenmaker heeft zijn eigen merk. Het dorpje Veessen ligt aan een van onze mooiste rivieren, de IJssel. Er is er ook een camping en een watersportcentrum. Al van ouds zijn de roodbonte koeien karakteristiek voor de IJssel. En op de achtergrond ziet u nog net de pont naar Weijen. We zijn inmiddels weer bij het Apeldoorns kanaal. Het sluisje wordt helaas niet meer als zodanig gebruikt. Met in Hattem te huren kano's is dit het eindpunt van een kanotocht die beslist de moeite waard is. Het landschap doet bijna on-Nederlands aan. Wanneer we nog even een blik op de kaart werpen, krijgen we een beeld van de totaal afgelegde route met als eindpunt het oude vestingstadje Hattem. Aan de rand van het stadje is een groot parkeerterrein. Want om Hattem te kunnen bekijken, moet u beslist de auto laten staan. Het centrum is de markt. En het plein wordt gedomineerd door het mooie stadhuis. De stad heeft vroeger 4 poorten gehad. De enige die nog is overgebleven is de Dijkpoort. Achter de kerk ligt de Franse Hof met een kruidentuin waar iedereen voor eigen gebruik kruiden mag knippen. Let wel, knippen, want met plukken zou je de plant beschadigen. Op dit schilderachtige pleintje, in de schaduw van de bomen, is het goed even uit te rusten. De tentoonstelling Uit grootmoeders tijd, ter gelegenheid van het 650-jarige bestaan van Hattem in 1949,
was het begin van het streekmuseum dat nu sinds 1971 hier is gevestigd. Veel van de historie van Hattem is hier bijeengebracht. In de verschillende ruimte krijgt u een beeld van hoe men er vroeger leefde en woonde. Een onderdeel van het streekmuseum is sinds 1984 het Voermanhuis. Jan Voerman senior was een Hattemse schilder die vooral bekend werd door zijn schilderijen van de IJssel. Van Jan Voerman junior hangen er 36 originele aquarellen die hij maakte bij de teksten van Dr. Portielje voor de zo bekende Verkade albums. Vooral de ouderen zullen zich die herinneren. Via het binnenplaatsje komen we in het Anton Pieck Museum dat in september 1984 door prinses Margriet werd geopend. Hier zijn vele originele tekeningen te zien in de zo bekende stijl. Hattem is nauw verbonden met de naam Daendels. In de 18e eeuw werd Daendels, een vurig patriot, uitgerekend verliefd op de dochter van de Oranjegezinde kolonel van Vlieren. Om zijn geliefde de zijnde te kunnen maken, zat er niets anders op dan haar te schaken. In 1787 vluchtte hij met haar door een poortje in de stadsmuur, dat daarom nog steeds het Daendelspoortje heet. In de stad zelf staat het Daendelshuis, dat vroeger de woning was van het oude regentengeslacht. In de oude stadsboerderij ernaast is nu een uniek bakkerijmuseum gevestigd, het Warme Land. Op zaterdagen wordt er onder de bezielende leiding van de stichter van het museum, Willem Barendse, brood gebakken in een met takkenbossen gestookte oven. Voor de kinderen een belevenis en ze hangen dan ook aan zijn lippen. Het maken van een krakeling lijkt eenvoudig, vooral als de bakker je handen vasthoudt. Als jarige mag zij het te bakken brood op de schieten leggen. In het oude winkeltje, dat ook een onderdeel van het museum vormt, worden nog wat verse krakelingen gekocht voor thuis. Maar of ze de tocht zullen overleven, is nog de vraag. Natuurlijk hebben wij u niet alles kunnen laten zien van de musea, de natuur, de dorpen en de stadjes. We hebben u alleen willen attenderen op een stukje Nederland waar u ongetwijfeld van zult genieten. De Noordoost-Veluwe zal u graag ontvangen. Alle informatie over de 5 nieuwe routes in ons eigen land vindt u in het praktische reisboek nummer 5. U kunt dit boek bestellen door 14,90 gulden over te maken naar Giro 600.000 ten name van NCRV, Weg van de Snelweg in Hilversum. Vermeld bij uw betaling reisboek 5 en u ontvangt het boek over enkele weken thuis.